Ik ben Myrtle. Ik ben begeleider C bij veld 612. Nou, prachtige woning. Mooie teams. Betrokken zijn we zeker. En waarom zeg ik dat? Omdat voor mij voelt het als een tweede huis. Elke middag met de cliënten met deze mooie weer samen wandelen buiten. Of een goede gesprek met de ouders en mijn collega's. Top. Dag. Hoi, mijn naam is Jade en ik ga het hebben over de kernwaarde passie. Want wij werken allemaal met ons hart in de zorg. En we werken met passie. Maar voor iedereen betekent passie wat anders. Zo betekent passie voor mij dat ik na mijn werkdag al mijn cliënten een glimlach op hun gezicht heb. Doordat we activiteiten doen, bijvoorbeeld balspellen of andere activiteiten. Maar ook bied ik het normale leven aan. Zoals boodschappen doen, zoals jij en ik ook doen. Of een rondje fietsen of zwemmen. Eigenlijk gewoon het normale leven wat jij en ik ook hebben. Mag ik jou trouwens een vraag stellen? Wat betekent passie voor jou? En hoe draag jij dat uit in je werk? Hallo, ik ben Renate Verkoppen. Ik ben coördinerend begeleidster in de NVG-keten. Een mooi praktijkvoorbeeld voor de kernwaarden samen is de samenwerking op een van mijn woningen. Door een gedragsverandering van een cliënt zijn de begeleiders samen met de gedragswetenschapper in gesprek gegaan om te kijken waar de toenemende onrust vandaan komt. Ze hebben ook contact gezocht met de arts en met de tandarts. Deze hebben de cliënt onderzocht om te kijken of dat er een medische reden is voor zijn toenemende onrust. Ze hebben ook contact gezocht met logopedie. Misschien kan er door middel van picto's zijn dagprogramma duidelijker en voorspelbaarder gemaakt worden. Er staat een MDO gepland om samen met de familie dit allemaal te bespreken. Een goede samenwerking leidt tot goede zorg en dat is ontzettend belangrijk. Hoi, ik ben Susanne van Geest, sinds 1 mei manager zorg in opleiding. Wat een ontwikkeling heb ik doorgebracht, zeg, in de afgelopen 20 jaar. Voor de kernwaarde ontwikkeling vinden we eigen regie en eigenaarschap heel belangrijk. En dan komt die ontwikkeling vanzelf. Soms leggen we de lat te hoog, maar zeker niet te laag.